Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze inspiratieochtend over continu inzicht. Een hele ochtend worden jullie geïnformeerd over continu inzicht. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik eerst even uitleggen over het NKWK, het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma voor Water en Klimaat. Continu inzicht wordt namelijk uitgevoerd binnen dat NKWK. Ik hoop dat iedereen alles van het NKWK heeft gehoord. Het is niet een heel bekend programma, vrees ik. Maar het is ongeveer 5 jaar geleden gestart. En het heeft 14 verschillende onderzoekslijnen. En een van die onderzoekslijnen is dan waterkeringen. Verder zijn een aantal onderzoekslijnen vrij breed. Het gaat over klimaatbestendige stad. Het gaat over water en energie. Maar er zijn dus ook een tweetal onderzoekslijnen over waterveiligheid. En een daarvan is waterkeren. En het richt zich vooral op nou ja, zeg maar onderwerpen, thema's die een beetje een lange termijn inzicht hebben, soms wat fundamenteels. We zeggen ook wel eens gekscherend, het is een soort project wat niet zo nodig hoeft. Want als het echt heel belangrijk was, keiharde kennis die ontbreekt, dan wordt het wel ontwikkeld, vaak op kosten van DGWB. Dus het zit er meer in de wat langere termijn fundamentele-achtige projecten die niet een duidelijke probleemeigenaar hebben, waardoor het altijd een beetje blijft hangen. En daar richt zich dat NKWK dan op. Het NKWK heeft geen eigen geld. Dus dat betekent dat de projecten ook moeten worden betaald door partijen die er belang bij hebben. Dat kun je dus heel positief uitleggen. We doen alleen dingen die echt heel goed zijn, want ze worden betaald door waterschappen of andere organisaties die zelf meebetalen. Het is ook wel eens jammer dat je geen eigen geld hebt. Maar goed, het is wat het is. Binnen dat NKWK doen we, of binnen de onderzoekslijn waterkering moet ik nou eigenlijk zeggen, doen we een paar kleine projecten. We hebben binnen het thema meervoudig gebruik van keringen een studie gedaan naar de effecten van windturbines op waterkeringen. En ook echt heel concreet, hoe kun je nou aan rekenen aan die verschillende effecten ten aanzien van de verschillende faalmechanismen. Dat programma of dat onderzoek wordt verlengd, die studie, en dat wordt nu binnen een uniewerkgroep verder opgepakt. En verder hebben we in het kader van beheer en onderhoud nog onderzoek gedaan naar de invloed van scheuren in kleidijken dan vooral op de stabiliteit van dijken. Dat leek vorig jaar helemaal niet zo'n interessant thema, maar afgelopen zomer was er toch wel veel vraag naar de inzichten die dat heeft opgeleverd. Dus dat was een toevalstreffertje. Maar het echte grote programma wat we doen, dat is continu inzicht. En daar gaat deze hele ochtend verder over. Er doen een aantal partijen mee in dat continu inzicht programma. Jullie zien hier een aantal logo's. Inderdaad, het NKWK staat er dan boven. HKV is degene die het project uitvoert. Brigade, een Europees subsidieproject, sponsort het Rijkswaterstaat. Daar ben ik trouwens van. Ik vergeet mezelf te introduceren, merk ik. En een aantal waterschappen die allemaal met een case hebben meegedaan. Het gaat de hele ochtend over continu, dus ik wil er veel niet al te veel nu nog over vertellen. Als ik de volgende mag. Dus het doel van de ochtend, inspiratie, is om jullie vooral te informeren over wat we al gedaan hebben. Dat doen we aan een aantal cases. Dus Pieter Koffie gaat iets vertellen over wat Delfland heeft meegedaan aan deze case. Ik zal zelf iets vertellen over de case die wij als Rijkswaterstaat hebben gedaan. Over de invloed van met name de grondwaterstand op de stabiliteit van keringen. Marit Zethof gaat namens Hollands Noordkwartier iets vertellen over risicogestuurd inspecteren. Evert Hazenoot via een filmpje, want Evert die zit op de stemposten bij de waterschapsverkiezingen. Maar het is al opgenomen op film, dus Evert die gaat iets vertellen over crisisbeheersing. Marcel van der Doef is ook op een filmpje volgens mij. Ja, die is ook verhinderd. Die gaat iets vertellen over de case van Brabantse Delta. En tenslotte Leo van Nieuwenhuizen vertelt iets over de case van Rijn en IJssel. En het streven is om dat iedere keer in ongeveer 3 minuten even zo'n case heel snel voor jullie samen te vatten. Ik ga proberen er heel streng in te zijn dat iedereen het ook 3 minuten doet, behalve dan bij mijn eigen case, uiteraard. Dan leggen we nog even uit wat we precies willen gaan doen met een aantal stellingen. Jullie hebben allemaal al geld gevonden op jullie stoelen. Wees daar nog even zuinig op. Het zijn guldens. Voor iedereen ouder dan 17 weet nog wat het is, denk ik. En het idee is dat jullie geld gaan investeren ten aanzien van een aantal stellingen die wij hebben. En is het idee dat we na de pauze een uur lang discussie hebben over een aantal stellingen, allemaal gerelateerd aan continu inzicht. Wat je daarmee kunt en wat je er misschien nog meer mee zou willen kunnen. En dan rond 12 uur sluit ik af. Dat even over het programma. Ik heb daarmee ook het doel meteen nog een keer onder de aandacht gebracht. En dan voordat we starten nog even Rosemarie Anting, directeur waterveiligheid mocht ik je noemen. Vreemde eend
in onze dierentuin. Maar jij, tussen dat waren. Ja, eigenlijk worden, ja. Ja, precies. Dus, en jij geeft even wat reflectie op, komt er inzicht vanuit het perspectief van Rijn en IJssel. En daarmee introduceer ik jou breed genoeg om te kunnen gaan vertellen wat je wil. Oké, Roosemarie. Mag ik?